Ik ben Gerard Lentveld, 52 jaar, getrouwd en ik woon in Dussen, Noord-Brabant. En sinds april 2002 heb ik te maken met blaaskanker. Nu is het 18 jaar dat ik blaaskanker heb, zeg maar. Het is stabiel, maar in de tussentijd is het wel twee keer teruggekomen in die 18 jaar tijd. En door de controles, je komt niet meer los uit het ziekenhuis. Naar de eerste 5 jaar is het eerst 4 keer per jaar een cystoscopie, dan 3 keer per jaar, dan 2 keer per jaar en dan jaarlijks. Alleen als het dan terugkomt, dan begint de cyclus weer opnieuw. Plus, na elke operatie in de blaas heb je te maken met negochemo-spoelingen. Dus dat is ook nog wel vrij heftig. Dat is het protocol. En na 9 blaasspoelingen, dan is het in principe, dat is een preventieve behandeling. Dan is het eigenlijk weer stabiel. Sinds februari 2013 ben ik onder behandeling bij professor Witjes in Nijmegen. Door jaarlijks 4 keer een cystoscopie heb ik normaal gesproken. Dat werd weer afgebouwd naar onderzoeken. En in 2017, sinds 2017, november 2017, ben ik eigenlijk weer naar de 4 keer gegaan. Omdat de polyp, de tumor, is teruggekomen. En toen is in 2019 mij gevraagd, wil je meedoen met de EpiCheck? En wat houdt dat in? Normaal moet ik 4 keer vanuit Brabant naar Nijmegen toe. Het is een inwendig onderzoek. Ik ben er wel aan gewend. Ik heb nu ongeveer 65 inwendige onderzoeken gehad met een cystoscopie. Alleen bij die EpiCheck is, zeg maar, je krijgt een cystoscopie. 3 maanden later krijg je een EpiCheck. De voordeel is, je krijgt maar 2 keer per jaar een cystoscopie. En je hoeft niet naar het ziekenhuis toe. Het is veel minder belastend voor mijzelf, zeg maar, en voor de andere patiënten. Kijk, professor Witjes heeft het ook uitgelegd. Hij kijkt visueel met de cystoscopie. Dat houdt in, hij kan ook iets over het hoofd zien. Hij heeft ook meer zekerheid. Ik voel me eigenlijk geruster als patiënt zijnde.